Ajoep. Kleiber. Ah. Gewaagd. Ajoep. Goed gelopen, goed gegeven door Kerk. Daar is Makinok. Daar is Makinok. En daar had het wel 1-0 moeten zijn voor Utrecht. Ja, die moet erin hoor. Het is een uitstekende reactie van Bonello. Maar daar moet een doelman in deze situatie uiteindelijk kansloos zijn. Goeie voorzet. Daar stond Kerk. Daar is weer Kleiber. En nu is het wel raak. Hij heeft geoefend. Hij heeft geoefend. Een paar minuten eerder. En nu is het vizier wat zuiverder ingesteld. Wat een mooie volley. Een geweldig mooi doelpunt. In de 18e minuut komt Utrecht op voorsprong. Dan weten we zeker dat de beslissing binnen 90 minuten valt. Labiat is de bal kwijt. Probeert het dan te herstellen. En Alfonso lukt dat min of meer. En hier komt de kans voor Velasco. Maar die wil hem afgeven. Hier is in de 32e minuut het moment waar Valletta zomaar op gelijke hoogte kan komen. Kleiber. En doorgelopen maak je nog. Goede paas. Nou, het is 2-1. Oei, oei, oei. Pracht van de paas van hem. Doorjagen. Helpt weer. En nu balletje net even te scherp. Of kan hij nog? Kerk legt hem dan weer terug. Weer een mogelijkheid voor Utrecht. Ajoep, Kerk, maar net geen Labiat. Mifsud. Ja, in zijn element op dit manier. Schiet hem in zijn net. Maar nadrukkelijker, veel nadrukkelijker dan in de eerste helft aanwezig, Valletta. Daar zijn ze met aardig wat mensen. En daar moet Jensen ingrijpen op dat merkwaardige schot van Oemé. De Makinok, vastgehouden. Vastgehouden, McNabb. Hey, hallo. Hij vindt het niks. Wordt ook niet gesteund door een assistent. Ja zeg, kom op nou. Borg trekt hem het shirt uit. Ja, als dit geen strafschop is, wanneer is het dan wel, hè? Labiat. Dessers. Ja, Dessers. Nee, Bonello. Wachtte goed. Tot het moment waarop het moest. Ah, dan ligt toch Bonello nog in de weg. Halverwege de tweede helft. Ja, nog maar eens een keer proberen. Makinok! Het zit hem ook niet mee. Het zit hem ook niet mee. En het is eindelijk 2-0. Aanvoerder Willem Jans doet het dan. Hoekschop van de rechterkant. En dan kopt hij hem heel fraai binnen. Viert het daar met de fans. De opluchting is groot en het is ook allemaal te begrijpen. Utrecht al na 18 minuten op voorsprong via Kleiber. En daarna zoveel mogelijkheden op meer. Van Seumeren zal ook blij zijn. De tweede ronde. Jensen een stapje terug. En dan laat uiteindelijk iedereen die bal maar gaan. Paas van Kleiber, dat is geen slecht. Labiat. Ja, geweldig! Geweldig! Jongen. Ja. Daar mag je wel even bij stilstaan. En dat deed Labiat ook. Het heeft even geduurd, maar dan worden we ook beloond met een hele fraaie. Urubier Manuelsson. Komt. Jensen blijft staan en dan is het 3-1. Ja, het is allemaal niet echt van belang, maar het is wel raak. Malano.
Dat is jammer. Labiat